rond 50 pk meer dan die Renault van Max. Dus op dat rechte stuk kon het niet. Maar hier lijnen die mop, let op. Hij snijdt veel meer over die curb. Rosberg heeft daar een momentje, dat zien we zo meteen nog een keer goed. Buitenom houdt het voetje naar beneden. Rosberg moet daar liften en die ziet er één keer Max voorbij komen. En ik denk, wat is dit nou? En vervolgens knijpt hij hem, want hij weet het volgende rechte stuk. Let op, hier zien we nog een keer aan boord bij van bovenaf. En let op dan op het momentje van Rosberg. Hier, die gaat te vroeg op zijn gas. Heeft één klein bommeltje op. Nou, vervolgens denk ik die volgende bocht misschien moet ik even uitkijken. Wereldkampioenschap op het spel. En hij heeft een wijdere lijn, dus minder stuurinput. En houdt het voetje daardoor naar beneden. En ja, dat was de eerste keer dat hij dit deed. Dat is dus gewoon engineers tegen rijders moeten gaan vertellen. Hey, Max gaat daar buitenom. Misschien moet je het ook eens proberen. Ja, want daarna, toen hij in Rosberg voorbij was, nam Rosberg dezelfde lijn. Liep toen ook wel weer iets in op. Wat gebeurt er hier? 1000%, hadden een momentje. Hier komt hij links. Linker voorwiel op dit lijntje kan nog, maar als het linker achterwieltje, let op die toeren op dashboard. Op het moment dat het linker achterwieltje erop komt, woep, spinnen ze door. Ja, dit is vol op als het blok met 250 km per uur. Hier trapt hij de rem in en hier laat hij ze los. Ja, dit is. Natuurlijk. Ja. Dit was natuurlijk het moment waarop Olaf uit zijn dak ging, dat hij die plek niet eens verloor. Kijk man. Ja, dit is zijn sliphoek, dus zijn auto heeft zijn sliphoek helemaal niet. Ja, maar dit kan helemaal niet. Nee, dit kan niet. Dit wat je nu hier ziet, dat kan er dus maar één. Want dat kan niet. Ja, maar dit is. Hij doet net alsof het een kart is of zo. Hij is helemaal niet van. Kom er dan, Rosberg. En dan had hij beter nog even rond kunnen blijven rijden op die vijfde plek. Ja. Maar uiteindelijk was dit een goede call. Ja, maar dan zie je dus weer, ze gaan weer altijd voor het maximale resultaat. Ja. En als Max zegt... Dat... Ja, hij was natuurlijk al bijna de muur ingegaan. Het was nu nog natter, dus als hij zegt, ik kan daar niks doen. Je rijden moet je 100% vertrouwen. Ja. Dat was het momentje ook van Button, wat Olaf terecht zei. Het is wel een held dat hij in ieder geval... Ja. Nou, jij vindt weer niks. Nee. Ik zeg uit mijn hoofd, Bottas... Yep. Ja, dat was wel een heel groot verschil. Ook weer in de Max S, zullen we hem dan maar even noemen, hier buitenom. Ja, dat was enorm, dat deed hij wel een paar keer. Maar ik denk dat hij elke bocht wel heeft gehad waar hij in de Max heeft geplekt. Bottas reed wel op Inters. Ja, precies. Daarom was het groot verschil. En dan deze bocht. Ik vond het ook leuk dat de engineer meetelde van Max. Next One is ook een merk. Max, ja, Max. In dit geval is de eerstvolgende is volgens mij Ricciardo. Want het was eventjes, Max ging vanaf plek 16. Je ziet het, hij is heel moeilijk, hè? Maar bij 10 maatjes buitenom daar. Het heuveltje naar beneden, hè? Pakt hij. Ja, ongelooflijk. Het is dezelfde auto, nagenoeg dezelfde situatie. Ja, hij is hier al voorbij, hè? Ja, hij was hier al voorbij. Ja. Ja, dat is onwaarschijnlijk. Maar je zag... En hier dan, de volgende is Hulkenberg. Ja, hoe... Nee, dit is op een uitzende, die kwam van echt ver. Daar kwam hij echt van echt ver. Het verschil is wat Tom ook al eerder zei, van is dat Ricciardo toch wel langer over doet. En dan uiteindelijk krijgt hij hier nu een rijles van, kijk, zelfs dit was Kvyat trouwens. Je kan hier ook buitenom proberen, dat lukt ook wel. Ja, het was net Kurt, het was net Kvyat, dit is Ocon. Ja. Ja. Oude bandjes, dan komt Nasser, Nasser is de volgende. Ja, die ging ook dat rechte stuk eraan, dus uitkomen op bocht 3. Hier wat meer, en die denk ik heel veel mee. Die kijkt, dit had zo fout af kunnen lopen jongens. Ja. En gewoon doordouwen, hè. Maar dat ging los een aantal jaar geleden daar in dat bocht. De next one is Hulkenberg. Ja, daar komt hij, de Hulk. Wel, kijk even, verschil remmen. Met aanrijden. Kijk even. Het is gewoon 30, 40 meter laten remmen. En is dat dan ook nieuwere banden hier? Nee, de wegenbanden, de slijtage. Nou, daarover zijn de meningen hier in de studio. Vettel. Waanzinnige actie. Bocht 3, snelheid meenemen. Recht stuk op Vettel zit hem hier al. Gaat een verdedigende lijn rijden. Goede verdedigende lijn. Dus Max wil hem hier buitenom inhalen. Hij weet dat hij hier zit. Vettel verdedigt hier prima. Max moet zelfs nog even snelling terug. Nou, en dan denkt hij, nou, lijnt hij op bij de volgende. Hier moet je dan wat snelheid meenemen, infield in. Ja, en dan komt hij zo meteen bij die S's. Dan plant hij hem dus al van tevoren, hè? Want hier kan je niet veel doen. Hier is het gewoon kruisen. Ja. En dan komt hij, heb je die twee hairpins, om het zo maar even te noemen. Nou, ook, en dan hier buitenom, hier kruist hij hem. Ja, zet hij hem ernaast. Ja, wat hij hier doet, is vind ik gewoon top. Ik bedoel, Vettel had hier gewoon kunnen liften, want hij weet dat hij nooit had gehaald. En dit dan.
Ja, maar ik geef het woord maar eventjes aan Tom. Ja. Tom, jij vond dit kantjeboord. Nou ja, zoals we bij Max gewend zijn, is hij gewoon alleen maar met zichzelf bezig. Hè? Zie je dat Max in ieder geval niet de curb aan de binnenkant pakt? Nee, dus hij laat hem wel naar buiten lopen. Het is regend, het is glad. Kijk, hij komt zelfs niet in de... Nou ja, hij laat hem helemaal tot de witte lijn lopen. Dus hij zet Vettel op de curbs en in het gras. Nou ja, dan moet hij even het gras maaien. Ja, maar jij was er zwaar op tegen. Nu ben ik was er niet zwaar op tegen. Ik heb gezegd, hij zette hem er echt duidelijk in de niet ver naast de baan. Ja, maar ik heb niet over niet ver gehad. Ik heb het over gehad. Is moet dat ook een camera hebben bedacht. Er is niks aan de hand. Ik zeg, er is zeker wel wat aan de hand. Want zeg, maar dan laat die Vettel graag maaien. Ja, die won wel heel snel. Ja, die had heel snel. Die wel een toprace heeft geweest. Sainz. Alle talenten komen bovendrijven. Jongens, je kan het rijtje zo af. Van Ocon tot Nasser. Absolute topper. Kijk, er is wel een flink verschil ook in uitkomen uit die bocht 3 weer. Ja, dit was hetzelfde als met Hulkenberg. Enorm veel laten kunnen remmen en dan klaar. Ja, ik vond die van Perez de volgende. Oh, jezus man, ik kan ervan genieten. Dat was echt heel wild. Perez had hem al gezien, hè? Die heeft al een paar keer in de spiegel zitten kijken. Die weet dat hij ziet dat podiumje aankomen. Die vecht voor een podium. Maar doet dan ook geen hele domme dingen. Even een curbje aan de buitenkant. Even een curbje, even dat dit zegt hij ook, nu is hij zo op grens. Ja, dan komen ze hier dat de sector 2 in, hè? Dus waar Max gewoon niet heel veel heeft kunnen doen. Behalve bij die hairpin met Albon. En dan doet hij eigenlijk hetzelfde bij Checo. Dus hij lijnt hem hier op. In een kantje. In een kantje. Dan hier probeert hij ook nog een buitenlijntje te nemen voor meer acceleratie, meer kijken of daar wat grip zit. Dus non-stop, wat Tom ook eerder zei, non-stop zoeken aan. En dan hier, net als bij Ocon, buitenom. Checo ziet dat, maar doordat hij een beetje gas geeft, zet hij hem er goed naast. Je ziet die auto dat kontje en dan op die curbs. Hè. Ja, en hier laten ze samen met z'n tweeën door de bocht naar beneden. Als Max hier overstuur krijgt, ligt het wel bij ons. Maar het gaat gewoon heel gecontroleerd en zijn daarnaast en klaar. Ja, dit vind ik het mooie. Max weet gewoon dat Vettel heel erg snel gaat huilen. Dus die heeft hem ook zeg maar een soort van eventjes KO op zijn neus gedaan. En dat doet hij niet. Nee, maar dat doet hij niet bij Perez. En waarom niet? Het is toch op een of andere manier een beetje respect voor elkaar. Ja. Let op de reactie in de studio. Hè. Hier wordt hier in de studio ook net als in het hele land enorm meegeleefd. En hier hebben ze hem. Kijk. Zo. Ja. Geweldig, wat een fans jongens. Dit is toch niet normaal? Nee. Dit is echt serieus, ik heb veel gezien in autosport. Ja. Maar dit, niet omdat het Max is, maakt me niet uit wie het was, dit heb ik nog nooit